Ik denk dat je hier kunt spreken van een nalatigheid van de Europese ministers van Financiën. Dit probleem, hè, dat het zou overslaan van de Griekse overheid naar de Griekse banken, was voorspelbaar, het was vermijdbaar. We wisten allemaal van die problemen al jaren geleden. Dus als er eerder maatregelen waren genomen in het Europese bankentoezicht gericht op het beperken van de blootstelling van Griekse banken en andere Europese banken aan de leningen van hun eigen overheid, dan had dit niet hoeven gebeuren. De Griekse crisis laat nu zien dat de doelstelling van de bankenunie nog steeds niet is gerealiseerd. En wat was ook alweer die doelstelling? Nou, dat was dat banken en overheden elkaar niet meesleuren in een crisis. Ja, en nu gebeurt dat weer. Hè. De Griekse banken zijn verzwakt omdat de Griekse overheid problemen heeft. Nou, de bankenregels hadden erop ingericht moeten zijn om te vermijden dat banken een te grote blootstelling hebben aan hun eigen overheid. Dus ze hadden de grote postenregeling ook moeten toepassen op staatsleningen, zodat banken maar een klein deel van hun eigen vermogen zouden uitlenen aan hun eigen overheid. Tegelijkertijd hadden ze ook risicogewichten moeten toepassen op staatsschuld of schuld gegarandeerd door de overheid. Met andere woorden, ze hadden staatsleningen eigenlijk als risicovolle leningen moeten beschouwen in de bankenregulering en dat is onvoldoende gebeurd. Nou, hoe het anders kan, zie je aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar het eiland Puerto Rico voor een deel dezelfde problemen kent als Griekenland, namelijk een inefficiënte overheid, staatsregering daar, veel schuld op het niveau van de lokale regering, die ze niet meer kunnen afbetalen. Maar daar slaat het niet over naar het bankwezen. Waarom? Nou, de banken in Puerto Rico hebben nauwelijks schuld van de eigen overheid op hun balans staan. Bijna al die schuld is bij beleggingsfondsen ondergebracht. Nou, die lijden pijn, maar dat is helemaal niet erg. Het bankwezen blijft gewoon doorfunctioneren. En daar zie je dus dat de pinautomaten nog steeds gevuld zijn. Er is geen run op de banken in Puerto Rico. En er zijn geen speculaties over een Brexit, dus men wil gewoon de dollar behouden. Dus daar zijn ze wel geslaagd in het ontkoppelen van de overheid en het bankwezen. En daar slaan de problemen dus niet zozeer over van de overheid naar de banken. En natuurlijk zijn er problemen ook daar bij de banken, want als het niet goed gaat met een eiland, hè, of het nou Puerto Rico is of de eilanden van Griekenland, dan geeft dat ook economische malaise die ook de banken zal treffen. Maar als dat zichtbaar wordt in de kredietportefeuille van die banken, hè, de slechte leningen toenemen, dan zie je dat daar een Amerikaanse toezichthouder opstaat en ervoor zorgt dat slechte banken daar worden gesloten en geherstructureerd. En tegelijkertijd zie je ook dat de burgers zich in Puerto Rico daar geen zorgen over hoeven te maken, want hun spaargeld is gewoon gegarandeerd door de Amerikaanse depositoverzekering. Dus in Amerika hebben ze die zaakjes op het gebied van de bankenunie goed geregeld, in Griekenland niet. En de prijs die we daar nu voor betalen is dat een Griekse overheidscrisis eigenlijk een Europese crisis uitlokt. Want we kunnen Griekenland niet failliet laten gaan, want het zuigt de banken mee. Dus die koppeling van problemen bij de overheden en de banken bestaat nog steeds, is nog steeds niet aangepakt en eigenlijk is dit een nalatigheid van de Europese ministers van Financiën. Maar denk je dat het op korte termijn anders kan zijn, dat er een andere regeling komt? Nou, men had 5 jaar geleden en misschien al 10 jaar geleden, het probleem is al oud, het wordt vaak genoemd, het is bekend, had men hier de noodzakelijke verandering in gang moeten zetten. Want het oplossen van het probleem kost wel tijd. Hè? Want in de tussentijd is het wel zo dat de balansen van banken nog steeds veel staatsschuld bevatten. Vooral van de eigen overheid, als je naar de Griekse banken kijkt, maar ook als je naar de Italiaanse en de Spaanse banken kijkt. Dus dat moet je langzaam afbouwen, daar heb je tijd voor nodig. En ik denk dat het echt verwijtbaar is richting de Europese minister van Financiën dat ze dat niet veel eerder in gang hebben gezet. Om ervoor te zorgen dat die Europese banken niet een te grote blootstelling hebben aan eigen staatsschuld. En om ervoor te zorgen dat ze voldoende kapitaalbuffers aanhouden tegenover die staatsschuld.